Topkoks Johnny Boer, Paul Vagel, Robert Kranenborg en 200 andere chefs hebben een brandbrief naar de Kamer gestuurd. Daar werd vandaag gedebatteerd over een voorstel van Marianne Thieme om de plezierjacht te verbieden. Als dat doorgaat, kan er niet meer gejaagd worden op wilde eend, haas, konijn, fazant en houten duif. Tot woede van chefkok Joop Braakerke, die de brandbrief ook mede heeft ondertekend. Ik begin even bij u. U wilt een verbod op de plezierjacht, in ieder geval op die 5 dieren die ik net noemde. Waarom moet dat? Omdat dieren ook een eigen waarde hebben en we moeten dieren zoveel mogelijk met rust laten. En als er zonder noodzaak gewoon door een paar hobbyisten op de dieren wordt gejaagd, dan verstoor je de natuur ontzettend. En er is absoluut geen reden voor om deze dieren maar te blijven bejagen. Als er sprake is van schade bijvoorbeeld aan landbouwgewassen of ander algemeen belang wat moet worden beschermd, dan is het altijd nog mogelijk om dan als laatste middel naar het geweer te grijpen. Maar dit is puur voor de hobby. En u denkt de meerderheid te krijgen? Ja, de Partij van de Arbeid, daar ligt de sleutel voor een meerderheid. En de Partij van de Arbeid heeft in 2012 tijdens de verkiezingen ook beloofd dat ze de plezierjacht zou gaan afschaffen. Ook bij de statenverkiezingen dit jaar hebben ze dat nog eens een keertje bekrachtigd. En er staat niets over in het regeerakkoord met de VVD. Dus ze hebben ook alle ruimte om die beslissing ook te nemen en mijn initiatiefnota te steunen. U bent optimistisch. Ja. Daar gaat het fazantenboutje, Joop. Ja, dat is natuurlijk op zich al heel erg jammer. Want een fazantenboutje met een beetje van zuurkool à la crème is natuurlijk altijd. Maar u zegt hobby, hè? Maar waar haalt u dat nou in godsnaam vandaan? Het is helemaal geen hobby. En plezierjacht, dat is het ook niet, want een plezierjacht ligt in het water. Oh ja, en ja. Maar... Dus het is gewoon faunabeheer. Daar zijn jagers voor. En u weet natuurlijk net zo goed als ik dat een jager examens moet doen, dat hij vergunningen moet hebben en dat je niet zomaar 1, 2, 3 een jager bent. Maar wat mij zeer tegen de borst stuit is niet alleen dat u het heerlijkste scharrelvlees ter wereld ons uit de mond stoot, maar dat u met drogredenen probeert de politiek zover te krijgen om het verbod erdoor te krijgen. Dat mag niet. Nou, wat belangrijk is, denk ik, om hier te realiseren dat als het gaat bijvoorbeeld om afschot, omdat er te veel dieren zouden zijn die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen of voor zijn, de verkeer. Wie bepaalt dat? Dat bepalen de jagers ook nog eens zelf. Okay. Dat mag hier in de wet. Contact mee met jagers? Nee, in de wet staat dat de jagers de dieren tellen en vervolgens ook mogen bepalen hoeveel er mogen worden afgeschoten. Dus als het daarom gaat, dus de jagers mogen dat allemaal zelf bepalen om vervolgens dan ook te zeggen, ze willen ook graag betalen ervoor om de dieren voor ons af te schieten. Wat belangrijk is, denk ik, om hier te realiseren dat deze dieren geen schade veroorzaken. Er is dus geen noodzaak om de dieren te schieten. Mm-hmm. Maar dat het dus, omdat jagers graag deze dieren willen doodschieten, dat er ruimte voor gecreëerd is in de wet. Ik wil even Johnny Boer citeren. Wild van Nederlandse bodem is geschoten door deskundige jagers, wat je ook zegt, Hoop, in onze eigen woon- en werkomgeving en vormt daarmee een prachtig product dat prima past in een duurzame voedselketen. Dat moet je dus niet aan banden willen leggen, laat staan verbieden. Dat moet je koesteren. Het gaat om 35 gram per jaar per Nederlander wat er in Nederland geschoten kan worden. Of je moet alle dieren willen schieten. Nou, dat is absoluut niet. Maar dat gaat wel over 2 miljoen dieren, meneer Braakhekken. 2 miljoen dieren die dus worden geschoten. En daarnaast nog dieren die worden aangeschoten. Het is een feit dat niet elk dier meteen, wat een sprookje is, met één schot doodgemaakt wordt. Nee, voor bijvoorbeeld schieten met hagel is 1 op de 3 raak en worden dus dieren doodgeschoten. Dat betekent dus dat er heel veel dieren op dit moment met hagel in het lijf rondlopen. Die dan lijden. Ja. Of die waarvan de poten zijn weggeschoten. Ik wil naar het punt wat hier gemaakt wordt over een duurzame voedselketen. Nee, maar bent u wel eens mee op jacht gegaan? Ik ben regelmatig, heb ik de jachtpartijen meegemaakt. En is het dan zo dat al die dieren verminkt daar rondlopen? Dat is gewoon niet zo. Ze hebben toch honden en dat is... U maakt een volkomen verkeerd beeld van jagen en dat ben ik het niet mee eens. Ja, dat kunt u mee eens zijn. Nee, omdat het niet zo is. Het lijkt uit onderzoek dat. En dat zeggen jagers zelf ook. We hebben een jager ook in de studio zitten. Pauline de Bok is jager. Ik kijk even of ik daar... Ja. Daar bent u. Klopt het dat jagers grotere dierenvrienden zijn dan mensen die niet jagen? Nou, dat soort grote uitspraken doe ik niet. Daar kan ik echt niks over zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat veel jagers die echt in de rivier jagen en die regelmatig jagen, alleen op pad gaan, die bestuderen het wild zo lang. Je zit uren alleen in zo'n hoogzit en bij elk weer. En klopt het beeld wat Marianne Thieme schetst van dieren die geraakt zijn en gewond zijn en niet meteen dood zijn en dus lijden?
Nou, dat zal ook voorkomen. Zoals overal waar mensen en dieren leven, waar mensen werken, gebeurt dat ook. Maar ik kan ook niet over het algemeen spreken, maar ik weet van mezelf dat ik heel zorgvuldig daarin ben. En van heel veel andere jagers ook. Want het is echt geen pretje. Mij is het nog nooit gebeurd. Dus dat vind ik ook, ben ik ook heel blij om. En je schiet ook niet zomaar elk dier. Je moet heel goed zien hoe oud het is. Of het geen jongen heeft. Ja. Want er mag niet. Je moet ongelooflijk. Het is niet roekeloos zomaar in het wild schieten. Dat zit toch even wat anders. Want als je hazen of konijnen wil schieten, dan is het zo dat een konijn of een haas die moet rennen om te worden geschoten. Dat is weidelijk jagen, noemen ze dat. Maar juist omdat een dier rent, is het heel moeilijk om een dier dan ook in één keer te schieten. Dus wat kunst. Je dus ook ziet. Maar dat is dus de kunst, dat is de sport. En dat is dus zo oneerlijk. En dat maakt het dus ook zo'n ontzettende strijd, waardoor heel veel dieren ook aangeschoten raken. Dat is allemaal vals sentiment, het sentiment zit met name, denk ik, ook bij het feit dat de topkoks op dit moment zeggen van, wat is dat nou? Wij kunnen straks geen heerlijk reeboutje of geen heerlijke fazant meer eten. Dat zijn natuurlijk emoties die vooral zitten bij de lekkere trek. Daarom heb ik die citaat voorgelezen van Johnny Boer, omdat we praten over het duurzaam eetsysteem, waarin steeds meer de neiging is om streekgebonden, seizoensgebonden. Dit zijn dieren die in het wild leven, die scharrelen, zeg maar, in maximum vorm, om het maar zo te zeggen. En dat gaat niet om massaal slachting van deze dieren. Dat je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk een hele gezonde, normale manier van omgaan met de natuur. Wat je ziet is dat namelijk in de meeste wild dat hier in Nederland wordt verkocht, komt van fokkerijen uit het buitenland. Meer dan 95% van het wild dat wordt verkocht, komt uit Argentinië. Maar dat zijn niet de mensen die deze brandbrief schrijven. Die hebben een andere opvatting. Die willen het hier kunnen kopen van jagers in Nederland. Maar die het van de 2 miljoen dieren die hier jaarlijks worden geschoten, dat is slechts 35 gram per persoon per jaar. Dan kun je niet spreken over duurzaam stukje vlees. Wat daar tegenover staat wel, is dat er heel veel dieren schuw worden. Dat niet alleen de dieren die gejaagd worden, opgejaagd worden, maar dat ook andere dieren er last van hebben. Dus dat is het grote probleem. Nou, en we hebben al zo weinig gebeurt. Natuur. Mag ik u nog eens wat vragen? U bent geen bioloog. Ik heb even gekeken wat u wel bent, maar geen bioloog. Als het niet gebeurt, wat dan? Bent u wel eens in de Oostvaardersplassen geweest? Daar lopen de dieren uitgehongerd omdat er dus niks gebeurt. Wat belangrijk is om te realiseren, maar is dat als het nou niet gebeurt, wat dan? Maar ik denk het wel even belangrijk om te realiseren hoe de regulerende factoren in de natuur werken. Het is zo dat de natuur heel goed zelf kan beheren. Als er te veel dieren komen, dan is het op een gegeven moment zo dat er minder nakomelingen komen. Ga je juist jagen, dan is er meer voedsel over voor de overgebleven dieren. En zie je dat ook, dat blijkt uit onderzoek, meneer Braak, dat er meer dieren bijkomen. Dus de jagers creëren een piek in de populatie. Ja, maar dan weet u toch. En dan verstoor je dus het natuurlijk Je kunt toch niet zeggen, elk jaar hebben we zoveel hazen en elk jaar hebben we zoveel kiezen. Dat zeggen de jagers zelf wel, dat elk jaar hebben we zoveel hazen. Nou, dat is niet waar, want de ene keer is het meer zij dan tellen. Andere. Even terug naar het punt van de restaurants. Ik wil even terug naar het punt van de restaurants. Want u haalt aan dat er zoveel vlees uit het buitenland wordt gehaald. Deze koks willen dat dus niet. En als dit doorgevoerd wordt, dan moeten ze het wel uit het buitenland halen. Nee, dat lijkt me ook niet dat u dat wenst. Nee, zeker niet. Want het grote verschil is namelijk, kijk, wij willen dat deze 5 diersoorten die zonder noodzaak worden geschoten, dat daar een verbod op komt. Dat betekent dat er nog steeds gejaagd mag worden op het wilde zwijn, op de ree, op het hert. Dat zijn de dingen die nog steeds. Dat zijn de zaken. Het zou moeten als je goed fauna bij je wilt toepassen. Maar dat gaat pas als aangetoond is dat er schade is. En dat je dan het dier opeet, dat is dan een keuze. Dus het laatste woord is voor jou. Je kunt de natuur niet regelen met regeltjes. Dat gaat gewoon niet. En natuur is een bewegend iets, dat is een zelfstandig. En dan moet je als mens vooral bij weg blijven, omdat de natuur heel goed zichzelf kan reguleren. Nou, dan komt er dus niks van terecht. Ja, maar goed, dat is dus wel nee, zo. Nee, daar komt er dus niks van terecht. Want wat je ook ziet, en nu gooit miljoenen op het sentiment van de zielige dieren. Maar miljoenen mensen zouden heel graag van hun dieren willen genieten op de Veluwe. Maar dat kan. De wilde zwijnen zijn nachtdieren geworden, omdat ze zo schuw zijn geworden door de jacht. Dat is wie toch zegt dat? Nee, dat is zo. Hoezo is zo? Elke boswachter die u kunt spreken zegt dat de wilde zwijnen. Ik denk dat ik nog een extra talkshow nodig heb om dit op te lossen. Wij komen er niet uit. Wij komen er niet uit hier aan tafel. Dat is overduidelijk. Maandag gaat het debat verder. Wordt er ook gestemd? Dan weten we of het verbod er gaat komen. Ja, zeker. Dank. Het ligt allebei.